We gaan het voorbeeld doen. Ik ben vergeten de bladzijde erbij te schrijven. Het voorbeeld op bladzijde 124. Het voorbeeld op bladzijde 124. Dan denk je, hé, die zag ik net ook. Dat klopt. Ik heb weer die wortel x getekend. Hij loopt nu van 0 tot 4. Dat is al gegeven. Oh, dan moet ik er wel een 4 bij schrijven. Dat is misschien handig. En nou ga ik weer wentelen. Maar ik ga niet wentelen om de x-as. Maar om de y-as. Dus hij gaat van hier daarheen. Wat voor figuur krijg ik? Nee, laat het simpeler zeggen. Als ik eerst alleen bij deze, die x is 4, wentel. Wat voor figuur krijg ik dan? Een cilinder. Laten we, ik begon bij de buitenste. Alleen de cilinder. Ja, dus als ik alleen deze wentel, dan krijg ik een rondje. Hè? Een cilinder met dit als hoogte. Dit is strak. Oké. Wat nou als ik deze ga wentelen? Een omgekeerde kegel. Een omgekeerde kegel. Maar dan niet met een rechte zijde, maar een beetje krom. Dus het is inderdaad zo'n bak met een dingetje eruit gehaald. Lekker duidelijk. Een dingetje eruit gehaald. Hebben we hem? En de punt mensen, maar dan niet recht. De zijkant van de vulkaan. Ja, ik snap het niet. Als we dit omdraaien. Maar dan andersom. Hij zei dat ik het niet goed gebruik. Nee, ik zie geen vulkaan in, joh. Een draaikolk. Een draaikolk. Ja, dat is een goeie. Een draaikolk. Wat had jij nog, Mina? Nou, ik zei, als je hem nu gewoon zo omwentelt, dan krijg je toch gewoon een kom die tegen de eierstof staat. Ja. Oh, oké. Okay. Zo kan je het ook zien. Naast de vaas. Iets goed. Ik ben het ermee eens. Ja, het is aan de eierstof. Maar we moeten hier ook de inhoud van uitrekenen. En weet je wat ik dan altijd zeg? Als je nou je blaadje een kwartje draait. Ja, met schrift gaat het makkelijker dan met mijn bord inderdaad. Wat is dan de buitenste? X is 4. Mee eens? Dus je kijkt er zo naar, hè? Dan is dit de buitenste. Mee eens? En dit de binnenste. Wat is dit? Je kan toch ook gewoon zeggen welke het, zeg maar, het vers van de eijas is? Het vers van de eijas, dat is hetzelfde. Dat bedoelen we hetzelfde. Nee, laat het zo even. Ja, dus de buitenste en de binnenste hebben we allemaal. Wat zijn de grenzen? Wat zijn de grenzen? I is 0 en dan 4 invullen in de functie, denk ik. Als je 4 hier invult, wortel 4, oftewel 2. Mee eens? Dus hij loopt van 0 naar 2, die integraal. Nou komt er nog één dingetje. Lianne, let op, want daar komt het belangrijkste van dit hele verhaal. Normaal gesproken is het fx, of de functie y die ik invul. Maar dan wentel ik om de x-as. Dus ik krijg keer dx. Ik wentel niet om de x-as, maar om de y-as. Keer dy. Keer dy. Maar ik heb geen y in mijn functie staan. Wat moet ik met mijn functie eerst nog doen? Omschrijven naar de vorm. X is. X is. Dit komt er als extra bij. Ik heb hier de functie. Y is wortel x. Ik moet hem om gaan schrijven naar x is. Ik ga eerst omdraaien, want dan staat mijn x al op de goede plek. Wortel x is y. Hoe krijg ik die wortel weg? In het kwadraat. En dan zal je zo meteen bij mijn uitwerkingen zien dat ik dit doe. Want waarom zet ik hem alvast in het kwadraat?
Ja, die wortel is hier dan weg. Waarom doe ik hem alsnog in het kwadraat zetten weer? Nog een keer? Voor de inhoud. Voor de inhoud moet ik straks de functie in het kwadraat invullen. Hè? Toch? Die keer de integraal van de functie in het kwadraat. Dan hoef ik dat niet meer te doen, want dan staat hij hier al gelijk. Ja, dat mag. Moet niet. Mag. We gaan hem uitrekenen. De inhoud van ons figuurtje, van het lichaam, is pi maal de integraal van 0 naar 2, hè? Want het was een dias. Van 0 naar 2. Van onze functie x in het kwadraat maal di. Ja? Is dus pi maal de integraal van 0 naar 2. Die x in het kwadraat, dat was i tot de macht 4. Je mag deze overslaan en in één keer deze opschrijven, dat mag. Ja, dat hebben we alle keren eigenlijk gedaan, hè? Hebben we gelijk de functie ingevuld. Ja, dus dit mag. En dit moet. Ja, maar als je een extra tussenstap wil, prima. Nou ga ik primitiveren. Wat is de primitieve van i tot de macht? Ik doe iets helemaal niet goed. Jullie zeggen ook niks. Haakjes. Nee. Met elkaar. Wat met elkaar? De fx en die andere. Oh, nee. Die, dat was de buitenste, hè? Oh, ja. We zijn de buitenste vergeten. X is 4. Nou, ik moest hem hebben in de vorm x is. Dus die staat al zo. Doe ik hem ook gelijk even in het kwadraat? Die moest er nog tussen, hè? 16. 16 min. Zo klopt die, hè? 16 min. Nou klopt die. Wat is de primitieve van 16? Daar komt die. 16. Heb je hem? Ja? Ben ik zo schil geworden? 16 ei. 16 ei, oké. Okay. Ja, hè? Dat moeten we nu wel goed doen. 16 ei. Wat is ei tot de macht 4? Daar de primitieve van? 1 vijfde. 1 vijfde ei tot de macht 5. Van 0 naar 2. Ik ga eerst de 2 invullen. Dus ik krijg 16 keer 2 min 1 vijfde keer 2 tot de macht 5. Ik ga 0 invullen. Oh, altijd prettig. Dat is niet altijd 0, hè, als je 0 invult. Houd er erg in. Want als er 2 tot de macht x staat, of 2 tot de macht i, 2 tot de macht 0 is wel 1. Houd er erg in, het is niet altijd 0. Is pi maal 16 keer 2, dat weet ik, dat is 32. 2 tot de macht 5 is 32. 32 gedeeld door 5. 6, 2 vijfde. 32 min 6 is 26. Is 25 3 vijfde. Is dat zoveel? Ja. Komt dat uit? Ja. Hebben we het goed gedaan? Strakjes de laatste uitleg van het hoofdstuk. En echt, dan vinden jullie mij niet aardig. Zeg het wel van. Volgens mij was het opgave 62, 63 en 64 die je moest doen, die hierbij horen. Ga hier aan verder. Wat zullen we doen? 20 minuutjes. Ja, dan heb ik nog wel wat tijd voor de laatste uitleg. Oh, dat is een uur. Ja.